Ajax bereidt zich voor op de wedstrijd tegen AZ van aankomende zondag. Na het gelijke spel tegen NAC is de ploeg van Jol gebrand op een goed resultaat. Ik denk dat voor ons elke wedstrijd nu cruciaal is. En het is weer een mooie uitdaging voor ons. En ook deze zullen we weer gewoon moeten winnen. Zeker na de afgelopen wedstrijd. Ja, beide goede ploegen die, die aanvallend voetbal spelen. Dus op papier lijkt het een mooie wedstrijd te worden. En voor ons is het gewoon een hele belangrijke. Martin Jol kan zondag niet beschikken over Marco Pantelić. Alternatieven voor de aanval zijn er wel met Siem de Jong en Mickey Soleimani. De Koreaanse aanvaller Yoon Joon Suk is volgens de trainer nog geen alternatief. Ja, Suk is 18 jaar. Die is, heeft zich bij ons aangeboden beneden in de arena. Het zou weer een gekke situatie zijn, maar ik heb dat wel eens vaker meegemaakt. Het is wel een hele goede jongen, maakt een hele goede indruk bij de belofte. Traint alsof het zijn laatste training is en loopt de pollen uit de grond. Dus dat is al mooi meegenomen. Veel ambitie, maar wel heel jong. Gabri is op tijd fit, maar de kans is groot dat op het middenveld Rasmus Lienkeren weer zijn opwachting maakt. Vorige week maakte hij een verrassende comeback. Hele goede beslissing geweest. Hij maakt die goal. Hij heeft toch de motivatie in zichzelf om te laten zien. Nou, dat is precies wat ik nodig had. Zondag tegen AZ hoopt Ajax op net zo'n goede wedstrijd als in de tweede helft in Alkmaar een maand of drie geleden. Toen boog de ploeg een 1-0 achterstand binnen no time om in een voorsprong en won uiteindelijk met 4-2. Ja, ik hoop dat wij natuurlijk wat wij in de tweede helft daar hebben laten zien, dat we dat nu zeker een hele wedstrijd kunnen domineren en gewoon de drie punten in de arena houden. En als moet weer van afstand? Ja, ik denk dat Romero nu wel zal oppassen. Maar voor mij is het steeds kijken naar de keeper, hoe hij staat, wat hij gaat doen. Dat is voor mij ook weer een taak om gewoon om de keeper te observeren. En dan kan je wat er toen gebeurde, is dat in bepaalde momenten wel mogelijk. Maar ik denk dat hij zich daar nu wel bewust van is. Zondag staan Ajax en AZ ook stil bij de hulpactie voor Haiti. Beide elftallen zullen aantreden met het Giro nummer 555 op het shirt. Ja, zeker. Ik bedoel, als je toch kijkt wat er gebeurd is, is het toch wel heel erg grijpend. En dat we dan dit voor Haiti doen, is gewoon mooi.